Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe tutorial van Gemstones. Yay, joepie! Ik heb hier die lijsteentjes van de Action. Ja, dit is best wel leuk om mee te doen. Ik heb daar gewoon een achtergrond wit, even een laagje wit op gedaan. Dat doe ik eigenlijk dat die kleuren wat beter overkomen. We gaan een hele zachte borstel gebruiken vandaag. Het is een brede, zachte borstel. Ik heb er nog eentje voor later. Die hou ik droog. Dus een droog borstel. Dan gebruik ik deze nog dadelijk voor de fijne lijntjes. Dus nummertje 1 volgens mij staat erop. En wellicht gebruik ik deze nog, maar dan kijk ik wel. We zien wel. Nou, alles ligt klaar. We pakken onze verf er even bij. Dus we gaan het in stukjes verdelen. We hebben deep turquoise. Een beetje groenblauwig is dat. Een beetje wit. We hebben lichtblauw. Deze heet sky blue. We hebben Kopenhagen blauw. Weet je dat Delfts blauwachtige. En dan heb ik hier majestic purple. Dus een diep paarsje. Ik gebruik een beetje zwart waarschijnlijk. Om het nog donkerder te maken. Dat zien we wel. Nou, ik ga eventjes al die spulletjes op mijn pallet doen. Dus ik doe gewoon hier een druppeltje. Echt zo'n, een klein beetje. Niet echt veel. Je hebt niet echt veel verf nodig. Het tegeltje is ook niet zo heel groot. Een beetje skyblue, een beetje meer van. De Kopenhagenblauw. Een ander vakje. En diep paars, diep purple. Daar zo. Dan een klein beetje zwart, zeg maar, hier. Ik heb echt maar een klein beetje van nodig. Dus echt maar een speldenknopje. Als ik het nodig heb. Ik zie wel. En een beetje wit of crème, wat je hebt. Zo. Nou. We pakken onze penseel erbij. Of kwast, maar net wat je ervan wil maken. ik zeg van alles. Ik heb hier dus mijn zachte borstel. En ik maak hem een klein beetje nat. Echt zomaar een heel klein beetje. Alleen met de puntjes ervan. Dus een klein beetje nat, zie je? Dat doe ik wel makkelijker, omdat het makkelijker te blenden is. Ik ga gewoon met mijn deep turquoise beginnen. Alleen dus de borsteltjes. En hieronder. Gewoon een beetje meer. Ga ik gewoon hier een zeebodem tekenen. Oh, dan heb ik al verraden wat we gaan maken. Ja, ik ga dus vandaag ga ik jullie leren om een zeebodem te maken. Dus een onderwaterscène gaan we maken. En later gaan we dat aankleden. En ik heb een keer een schets gemaakt voor een schildpad. Zo uit grove hand. Dus dat gaan we dus doen. We gaan het een paar stappen doen. Dus deze keer is het gewoon alleen de onderwaterscène. En dan kun je er natuurlijk altijd iets anders van maken. Als je niet een schildpad wil, maar een dolfijn kan natuurlijk ook. Maar deze wordt dus helemaal schildpad. Ik gebruik even dat lichtblauwe en dat doe ik helemaal bovenaan. Dus ook opnieuw, mijn penseel is een klein beetje nat. En dat vind ik fijn om mee te blenden. Zo. Echt alleen die lichtblauw. En als je nog geen lichtblauw hebt, maak je hem gewoon zelf. Hè? Dan maak je gewoon, pak je gewoon je lichtblauw en dan maak je dat lichter met je wit. Ik ga nu die deep turquoise gebruiken en dat doe ik gewoon samenvoegen. Zie je hoe ik dat gewoon over elkaar heen lap? En het lappen. Het lappen natuurlijk echt lappen. Want ik doe maar een dotje hier. Het is op dit, dit stukje hoeft echt niet netjes te zijn. Dat horen jullie maar eens vaker zeggen. Het hoeft niet netjes te zijn. Het mag gewoon allemaal lekker een beetje los uit de pols. Zeg maar. Zo een beetje dop, 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 dop. Ja. En je hoeft niet te wachten dat het droog is. Dus geen poef en droog. Ik pak hier wat donkerder blauw. Even mengen met dat lichter blauw. En dat ga ik dus ook toevoegen. En zie je hoe ik zeg maar een randje naar boven kom? Ik maak dat een, zeg maar een beetje een half ronde cirkel. Omdat natuurlijk die lichte inval komt van bovenaan. En dus ik ga dat samen blenden door het helemaal naar boven te brengen. Ja, en ik zie dat het licht echt lekker licht is voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien.
Net wat ik zeg, je penseel, het blijft gewoon een beetje nattig. Alles werkt een beetje nat, blijft een beetje nat. Dus dan weet jij dat allemaal nog een beetje vochtig is. En weet je, die leisteentjes zijn hier zo geweldig voor, want die geven al een soort structuur. En onder water natuurlijk is altijd een beetje structuur. Dat brengt altijd wel een beetje diepte. Dus dat vind ik altijd wel grappig om hier mee te werken. Zo. Ik gebruik nou eventjes alleen die donkerkleur hier. Dus nog steeds ben ik dus van licht is het boven en dan hier naar onder. Zo. Tap, 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 tap. Zo. Zie, ik ben gewoon aan het spelen met de kleurtjes die ik heb. Dus ik blijf gewoon mengen. Als je in ieder geval maar zorgt dat het middelste punt het lichtste blijft. Zo, weer wat donkerder. Nou ga ik diep paars met een beetje van dat blauw mengen. En dan ga ik horizontale strepen zetten. Want die zeebodem die verdwijnt natuurlijk in de diepte. En dat wil ik dus, ja, daar gaan we dus horizontaal doen. Het mag zelfs nog een beetje donkerder. Dus ik pak hier een klein beetje van dat zwart op. Echt zomaar een heel klein beetje. Dus niet te veel overdrijven met je zwart. Want dan wordt het te veel. Dus het is echt maar gewoon om het makkelijk een tintje donkerder te maken. En zie je dat ik dat ook weer naar boven wrijf? Kun je het een beetje zien zo? Het ziet er nou allemaal nog heel slordig uit, maar het komt allemaal goed. Het is allemaal een beetje nou wat aan het drogen. Het droogt wat sneller. Sommige mensen hebben andere soort verf, wat minder snel droogt. Misschien wel eens handig. Maar ik heb nou eenmaal deze van DecoArt. Gebruik ik gewoon graag. Eventjes nog die diepte een beetje meer invoegen. Zie je al wat ik bedoel? Zeg maar dat er gewoon een soort diepte van het oceaan natuurlijk. En dan naarmate dat je boven komt, wordt het wat lichter. Soms moet je gewoon eventjes laten drogen, hè? Want dan komt de verf er gewoon een beetje van af. Er zijn wel meer mensen die daar last van hebben. Dus ik heb er ook altijd last van, want ik heb nooit geen geduld. Ik pak even wat turquoise mee en ik weet je van dat licht blauw en ik wil eventjes die zeebodem nog een beetje dikker maken. Zo. Veeg van links naar rechts, horizontaal. En het maakt niet uit dat het een beetje aan elkaar overloopt. Dus ik pak hier nog wat donkerblauw. En zo. En dan mag het heel langzaam mag het naar voren lopen. Af en toe pak ik wat rotzooi mee. Kom ik puntjes verf komen er los en dat komt gewoon omdat ik natuurlijk met dat aluminiumfolie werk natuurlijk voor mijn pallet omdat ik gewoon te lui ben om elke keer dat pallet schoon te maken. Dat snap jullie Pak wat wit. Eventjes wat samen blenden. Die zeebodem moet een beetje beter. En opnieuw, dus nu begin ik dus echt van links naar rechts. Hè. Ik veeg van links naar rechts. Zie je? Dit is niet versneld opgenomen, dus het is echt gewoon, jullie zien het, hoe ik het heb gemaakt. En dit is alleen nog maar de achtergrond. Later gaan we wat plantjes neerzetten en de schildpad gaat ook zwemmen natuurlijk. Dus we gaan gewoon samen. Gaan wij dit maken? Vertrouwen. Iemand zei van, ja, je moet nooit iemand vertrouwen die zegt vertrouwen. Nou ja, het wordt vast wel mooi. Beetje nog meer wit aan de bovenkant. Zo. Ja. Pak wat groen erbij. Beetje samenvoegen. Het is nou echt al helemaal al droog, mensen. Dus mijn schilderij is al
aan het opdrogen. Dus een beetje meer wit hier wil ik, een beetje lichter. Yep. Tup, 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 tup. Dap, dap, dap. Oh, ik zei, ja, nee, ik moet dus niet het licht uit. Ik dacht, dan gaat het misschien, dan zien jullie misschien de kleuren wel beter. Maar nee, sorry. Ja, dan doe ik het maar even zo. Hou ik het zo wel even vast. Let there be light, zeggen ze toch? Ik heb echt mijn licht nodig. Dan zie je maar. En dan heb ik best wel goede verlichting hier op zolder. Nou. Een beetje van dat groen opgepakt. En wat dat blauw. Even meer naar de hoekjes. Zo. Top, 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 top. Top, 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 top. Beetje van dat paars. En ik blend gewoon net zo lang tot ik blij ben met mijn diepte en mijn, ja, kijk, zo vind ik het goed. Nu samen eventjes een beetje samenvoegen. Niet dat het te veel gedapt is, maar gewoon een beetje meer geveegd dus. Kijk, het is al heel wat. Nog een klein beetje hier donkerder. Dat natuurlijk mijn verf los kon komen, dan zie ik de ondergrond. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo hier in de verte mag het wel lekker donker zijn. Hè? De oneindige oceanen mogen best wel diep zijn, toch? En oneindig. Dus dat zie je dus. Nou, bijna klaar. Het is allemaal zo makkelijk. Ik pak even mijn penseeltje, dat is nummertje 1. En ik pak gewoon even van mijn wit. En het is natuurlijk, of het is nou niet echt puur wit. Maar het is gewoon dat een beetje, deze is crème kleur, dus een beetje off-white. En ik dip gewoon hier en daar een extra sparkling, dus een extra glinsteringetje in het water. En dat zit bovenaan. Ik ga het eventjes voor jullie inzoomen. Kijk, zo zien jullie het beter. En ik dip gewoon dus hier en daar een beetje met dat wit. Een extra lichtpuntje waar de zon dus naar binnen gaat schijnen. En nu mag je dus echt met je vingers gaan werken, mensen. Niet omdat je een foutje hebt gemaakt, maar gewoon omdat het beter is. Yay! Het mag! Mensen die mijn tutorials al kennen, die weten gewoon dat ik heel graag mijn vingers gebruik als ik foutjes heb gemaakt. Maar deze keer is het juist beter dat je je vingers gebruikt om het een beetje zachter te blenden, zeg maar. Nou, ik hier en daar nog een stipje. Niet heel erg veel, gewoon maar een beetje. Kleine beetjes. En naarmate dat je naar buiten gaat, mogen ze ook minder of minder... minder kleur. Dus zorg dus dat centraal dat er eentje grote is en dat de rest mag een beetje op de achtergrond verdwijnen. Maar in ieder geval de binnenste, deze dus, mag dus het lichtste. Dip, 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 dip. Zo. En ik doe echt maar gewoon hele kleine beetjes. En als het te veel is, vinger. Hier ook nog een klein beetje aan de onderkant. Ik pak een beetje van de groene mee en dan wordt het toch een beetje verdund, zie je? En die lijsteentjes zijn daar gewoon geweldig voor. Die hebben al een structuur voor zichzelf en dat maakt het extra makkelijk en extra mooi. Nou, niet allemaal tegelijk naar action gaan natuurlijk, want dan hebben we natuurlijk zelf geen lijsteentjes meer. Nou ja, je kan het natuurlijk ook heel goed op een normaal steentje doen hoor mensen. Dat is echt even zonder gekkigheid, dat kan best. Ik ben echt niet van de action, ik heb geen aandelen ervan. Ik weet gewoon dat mensen, onze Crea-Bea mensen, die vinden dat heel erg leuk om daar af en toe te shoppen. Even verder. Ik heb hier wat donkerblauw opgepakt. En ik doe echt van een heel klein beetje hier en daar ook een beetje een donker spekkel. Je moet hem een beetje dunner maken. En even wegvegen met je vinger. Het moet echt heel subtiel zijn.
Macht echt een beetje. Dus pak gewoon een tintje donkerder waar je dus mee gebruikt hebt in de omgeving. Zie je? Zo, maar een klein beetje. Eventjes. Mijn verf komt van mijn padden los. Dan ben ik bezig met andere opdrachten. En dan af en toe moet ik eventjes een pauze nemen van portretten. En dan ga ik gewoon een tutorial maken voor jullie. Vind ik leuk om te doen. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden dat ik dat maak voor jullie. Er zijn wel eens mensen die vinden dat niet nodig. Maar ach ja, je hebt altijd mensen die een beetje willen zeuren. Mag ook wel. Geeft niks om. Goed, dus dat is een licht inval. Dat gaat een beetje zeg maar, met een halve boogje naar beneden. Ik weet niet of je het is opgevallen. Nog een klein beetje wit erbij. Zo'n dopje. Die lichtpuntje hier, het centerpuntje, mag een beetje lichter. Ligt een druppel water op mijn schilderijtje, zie je? Maar dat maakt niet uit. Als je goede verf hebt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Dan blijft het er toch wel op zitten. Ik ben benieuwd hoe die gaat worden. Mensen, ik heb hem nog niet af, hè. Dit is gewoon deel 1. En van achtergrond, ik heb een idee in mijn hoofd. En ik doe maar een dotje. En ik dacht, we gaan gewoon een dotje samen doen. We gaan het gewoon samen of maken of verknoeien. We zullen zien. Jullie kunnen altijd nog kiezen om het niet te doen. Ik heb die keuze niet, want ik doe gewoon. Nou, hij is eigenlijk klaar. Nog hier en daar kun je nog een beetje extra maken. Je hebt de zeebodem, wil ik een klein beetje lichter maken. Een beetje licht puntje. En je mag de zeebodem ook wat langzamer van het donker naar het licht maken. Dus nu is het best wel abrupt. Dus ik zal dadelijk even een foto laten zien. En het is meer geleidelijk. Dus daar heb ik off-camera gedaan. Het spijt me. Het mag dus hier een beetje donkerder. Dus de achtergrond gewoon heel samen een beetje toevoegen. Ik pak mijn droge borstel er even bij. Weet je, die hebben we droog gehouden. Gewoon hier en daar een klein beetje donker pakken. Dus je mag eigenlijk wel met deze borstel dus een beetje meer donkerder maken. Dus van die donkere bodem naar de voorkant het lichtste. Dus dat het toch meer geleidelijker is. Dus dan weten jullie dat ik dat straks nog heb gedaan. Oh, ze maar heel subtiel een bodempje. Nou, hij is klaar. Zo is hij ongeveer. Dit is onze achtergrond. Ik ga hem even uitzoomen, dan zien jullie misschien een beetje meer. Zoom, zoom, zoom. Waar ben je? Mijn arm. Yay! Uitgezoomd. Dat was snel. Nou, zo is dus de stap 1. Deze keer zitten we dus echt lekker onder de verf, maar dat geeft helemaal niks. Zie je? Dat moest vandaag. Het moest. Dus. Dit is deel 1 en het volgende deel doen we misschien de plantjes of eerst de schildpad. We zien wel. Nou, tot de volgende keer. Leuk dat je me weer hebt gevolgd. Dus deze schildpad, denk ik dat deel 2 gaat zijn. Maar ja, ik weet niet. Misschien doe ik wel eerst plantjes. Ik heb geen idee. Dus we zien wel. Doei doei!